Met het hoogfeest van Christus, koning van het heelal, sluiten we vandaag het kerkelijk jaar af. En dit jaar ook heel bijzonder, het jaar van barmhartigheid, dat afgelopen, een klein jaar geleden door paus Franciscus is geopend. Bij een koning denken we aan pracht en aan praal, aan rijkdom, aan macht, aan een troon, aan een koninklijke hofhouding. Maar bij de lezing van vandaag leidt de kerk ons niet naar een paleis, maar naar Golgotha, de plaats van de kruisiging. En er wordt ook verhaald van de kruisiging. We horen hoe omstanders staan te kijken en hoe ze Jezus bespotten. En ze roepen, ander heeft hij gered. Laat hij zichzelf nu redden als hij de Messias is, de Zoon van God, de Uitverkorene. En ze hebben een bordje bovenaan gespijkerd met erop de tekst, dit is de koning van de Joden. Jezus die laat zich niet uitdagen. Hij blijft zoals altijd bedacht op het heil van de mensen om hem heen. Degene die hem dit aandoet, daar vraagt hij God om vergeving. En een van de twee moordenaars, die later als de goede moordenaar de geschiedenis aan zal gaan en die zich tot hem wendt, tot hem bekeert, daarvan zegt Jezus, nog heden zult gij met mij zijn in het paradijs. Het logo van het jaar van barmhartigheid laat ons iets van deze kruisiging zien. De kruisbalken op de achtergrond zichtbaar en met name ook de kruiswonden. En we zien de Christusfiguur met een man om zijn nek, alsof het een schaap is. Hij doet ons herinneren aan de parabel van de herder die op zoek gaat naar het verloren schaap. En zo is de barmhartigheid van onze Heer. Hij gaat op zoek naar het verlorene, naar iedere verloren mens, naar u en naar mij. En de barmhartigheid van deze God is zo groot dat hij zelfs bereid is om daarvoor zijn eigen leven aan het kruis te geven. Een waarachtige koninklijke barmhartigheid. Misericordes sicut pater, staat er. Barmhartig zoals de Vader. Wij als christenen, we zouden kunnen zeggen als onderdanen van deze koning, worden opgeroepen om hem in deze barmhartigheid te volgen. Om onze harten te openen voor de nood, veraf, dichtbij, ons daardoor laten te raken en vanuit die bewogenheid in beweging te komen. Of nog een keer anders gezegd, op dit hoogfeest van Christus, de koning van het heelal, om van ons leven een gave te maken voor anderen.